Dat is dus nog even afwachten en ook wat voor gevolgen dit dan heeft voor de zaak van Laura H. Het wordt nu al de breuk van het jaar genoemd in Radioland. Want het duo Mattie en Wietse zou uit elkaar gaan. Zij zitten tot op heden nog samen bij Q Music. Ze maken al jaren samen radio. Zijn goede vrienden, hebben natuurlijk heel veel met elkaar meegemaakt in de afgelopen tijd. En nou is gisteren duidelijk geworden dat Mattie door middel van een appje te sturen naar Wietse heeft laten weten dat er een einde komt aan die samenwerking. Terwijl Wietse nog in de veronderstelling was dat ze samen zouden overstappen naar Sky Radio, heeft Mattie dan weer besloten dat hij zelf bij Q Music blijft en heeft dus op eigen houtje onderhandeld over dat contract. Nou, zojuist was Mattie te horen bij Q Music. Wietse is daar niet bij trouwens, ook weer vandaag. En hij geeft voor het eerst een toelichting op zijn besluit. En ik bleef een beetje twijfelen en dan zei ik inderdaad op 1 uur, we gaan ervoor. En dan had ik ideeën om daar een ochtendprogramma te maken. En 1 uur later reed ik naar huis en had ik letterlijk zat ik hyperventilerend in de auto en dacht ik, maar ik wil eigenlijk helemaal niet. En dat was natuurlijk voor hem super moeilijk. En zeker voor de mensen om ons heen ook, die er allemaal ook mee van doen hebben. Van ja, wat wil Mattie nou eigenlijk? En ik heb daarbij mensen echt boos gemaakt. Ik heb mijn geloofwaardigheid op het spel gezet. Als ik achterom kijk, heb ik ook het vertrouwen van mensen beschadigd. Maar op een dag stond ik voor de keuze, ga ik links of ga ik rechts? En dan, ja, hoe moeilijk ook, dan is er eigenlijk nooit een reden om niet je hart te volgen. En dan heb ik een enorme puinbende achter me gelaten waar ik heel veel spijt van heb. Ja, hij trekt dus wel het boetekleed aan, maar zegt ook, ik heb gewoon weg mijn hart gevolgd. Het zou natuurlijk nog kunnen dat ook Wietse besluit toch bij Q Music te blijven. Maar of dat gaat goedkomen nog, deze ruzie, dat... Nou, hier is het laatste nog niet over gezegd. Hier is absoluut het laatste nog niet over gezegd, zeker. 18 jaar heeft Rotterdam erop moeten wachten. En mogelijk is het dan aanstaande zondag eindelijk zover. Als Feyenoord wint van Excelsior, dan zijn zij kampioen van Nederland. En hebben